Onlangs is de Made in Para beurs gehouden. Deze beurs was bedoeld om de ondernemers uit Para een platform te bieden om hun producten of diensten bekendheid te geven. Diverse ondernemers uit het district maakten gebruik van deze gelegenheid om zichzelf of hun producten te promoten. Wij zijn van FIAP, Federatie Inheemse Agrariërs van Para. We zijn opgericht 11 mei 2019 en het is eigenlijk met het doel dat wij de inheemse agrariërs moeten oppeppen naar boven. Het blijkt dat we in Para eigenlijk een beetje achterblijven, waarom? Omdat we vaak niet gebundeld zijn en nu pas komt eigenlijk de bundeling op gang. We proberen de mensen te leren dat ze moeten bundelen om iets groter te gaan presenteren, iets groter te gaan ondernemen. Toch? En daarmee zijn we nu bezig. De FIAP is eigenlijk een bundeling van coöperaties in Para, van de inheemse dorpen. Het is niet de bedoeling dat we alleen voor inheemse moeten gaan. Mensen die daarnaast ook lid willen worden, mogen. Maar die moet gebundeld zijn in een coöperatie. En dan word je opgenomen in de federatie. En dan gaan we dan groter proberen voor de mensen in Para. De doel is van de stichting is met mensen in Kwakobrong eigenlijk, ze samen te werken, hun trainings te geven. Bijvoorbeeld, hoe verwerk ik cassaveproducten of hoe verwerk ik vruchten, hoe verwerk ik tomaten. Nou? En de idee is van die mensen dingen te krijgen, vruchten en groenten en alles wat ze telen te krijgen en te verwerken. Met hun en een betere kans te hebben om die dingen te verkopen. Soms contractor, we boteker, we make passing, we bouw, maar morgen voor we promote Kioweb. Kioweb na wabon voor de opbergingba, dit is nou een Kioweb, zou ik ja, en dit is nou een monster. Dit is nou een monster van Kioweb. Tapasan dit kan doen boom voor, omdat we boteker ook net op. Maar u kan poten, u kan pot sank in het tap. U kan poten, in een eret vis is een kalof, of een pas is kalof, dan we kobre kioe. Na te kobre kioe, ik kom moro, kut kom moro, ik kobre beskoes of laterik doen op. We kobre ken aan zo sank in een kobre, ik kan kobre kioe. Boar voor krei, omdat klei in een big pas naar klei. Maar alles sans zijn een kobre kioe, we kobre ken aan. Ik kan kopbreken. Nou, wat goed materiaal zou ik kopbreken. Moro snel, moro goed kwalijk. Wij zijn van de Rising Sun Winery, een jong Surinaams bedrijfje, opkomende bedrijfje. En we maken wijn van onze eigen Surinaamse vruchten. We zijn voor 2 dagen op de Parabeurs. We hebben verschillende soorten smaken vandaag hier, waarbij u ook kan proeven. Als ik mag beginnen, we hebben Fransman Birambi, Pomerak, Jamu, abrikoos, ananas. We hebben ook Mambai genaamd, dat is een bosvrucht, oftewel in het Surinaams Batbati. Birambi hebben we, watermeloen, we hebben een mix van ananas suikerriet en ananas jamu, olijf, kersen. De districtscommissaris van Para, Armand Jurel, is enorm blij met deze gelegenheid die geboden wordt aan de ondernemers. En we zien dat het resultaat van de hoorzittingen langzaam maar zeker tot zijn recht komt. Omdat in de hoorzittingen de roep wordt gedaan door de bevolking dat ze graag gefaciliteerd willen worden met betrekking tot een stukje ondernemerschap. In onze beleidsopties, in onze gedachtegang, wordt er steeds geroepen over laten wij ondernemen. Laten wij niet wachten op een werk bij de overheid. Laten wij zelf iets doen om ons, of laat me zeggen, om de kwaliteit van het leven voor ons aangenaam te maken. We zien dus dat de hoorzittingen en de roep en de formule van het samen doen, het helpen van elkaar en het zelf moeten doen, dat deze efforts, deze inspanningen vandaag hier te zien zijn.
de ondernemers, die inspanningen die jullie je getroosten, jullie denken natuurlijk ook na van, je moet je even afvragen, maar waarom doe ik het eigenlijk? Wie want moet uit dat katibo? Ik wil eruit komen. Maar om eruit te komen, leren we dat we ons moeten inspannen. We moeten hard werken. We moeten elkaar helpen en omloop moeten reffen. Dat is heel erg belangrijk. De ananas teelt in het oosten en Para. En alle overige wassen die worden geteeld en die potentie die het district heeft. De grond die we hebben in het district. Ik denk dat met dit bewustwordingsproces en die inspanningen, meneer Polak, en alle overige ondernemers, dat Para alvast aan de wieg staat van een enorme boosting. En dat we gaan merken dat we de boezem, door de boezem in eigen handen te steken, dat welvaart en welzijn voor ons echt wel is weggelegd in dit district. Het is een prachtig district en ik ben er trots op. En ik ben blij dat ik in dit tijdsbestek, in dit moment van het leven, dat ik erbij mag zijn. Wat ons product zo uniek maakt, is omdat we het puur natuurlijk houden. We gebruiken onze Surinaamse vruchten zonder chemische stoffen erin. Dat maakt dat het heel uniek voor ons is, omdat wij, Suriname is rijk, we hebben zoveel vruchten in ons land en we laten ze gewoon aan de kant. Wij hebben toen besloten, het is afkomstig van de inheemse. De wijn is afkomstig van de inheemse, mijn voorouders die waren gewend te maken in een kortere proces. Wij zijn dan verder erop gaan bestuderen, experimenteren en zijn tot het eindproduct gekomen. Wat wij dan nu noemen Rising Sun Wine. We hebben het puur natuurlijk gehouden, geen enkel chemische producten erin. Om tapa beurs enkel het me promoten, omdat hoe dat para naar Britak Edema op mijn beurs ja. Na me promoten zijn als ik kan doen. A para, misschien via Tio Web, met jouw machine, met boutiqueer, bestrating. We noemen op Tim Tiroko, we doen, via bij een jari, we een zitten. We zitten in een moderne fashion, we zitten hier in omdat we kopen granaten of beurs. En we hebben de machines die we hebben in euro. En we hebben ook een beetje een vertical nummer kan komen. Maar we hebben een machine die we trail plat, jackhammer. En we hebben ook een deur of een opo. En we zijn dat we promoten naar beurs. We verwerken producten als cassave, als vruchten hier. Heb je verschillende vruchtenlikeuren. En wat kan je verwachten? Nieuwe ideeën? We zijn op de beurs om onszelf willen promoten. We willen de inheemse eigenlijk een push geven dat ze moeten gaan produceren. Want kijk, ze produceren nu, maar op kleine schaal, waar ze eigenlijk ze leven van dag op dag. Hè? Dus ze produceren wel, maar net niet genoeg om een auto te kunnen kopen, een huis te kunnen bouwen. En dat willen we ze nu leren en we willen die push geven aan hun, ga groter. Maar je kan alleen groter gaan als je bundelt en samen bundelt in een federatie. Dienst Slans Bosbeheer LBB van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer is reeds geruime tijd bezig met het landelijk kustvogelproject. Dit project houdt in voorlichting verstrekken aan leerlingen van de basisscholen in het kustgebied van Suriname. Op donderdag 4 juli was het de beurt van de leerlingen van OS Rijnsdorp, de Plantage Alliance. Ze zijn ons komen vertellen dat je de kustvogel niet ongeschieten doet pakken waar je ze wil beschermen. Waarom je de vogels moet beschermen? En waarom je ze moet beschermen. Je moet ze niet doodmaken, je moet ze niet eten. De mensen hebben ons vandaag verteld dat ze de kustvogel moeten beschermen. Ik vind het interessant hoe ze die rode ibis beschermen, dat ze niet mag jagen, geen eten, niet eten.
We hebben jaarlijks een voorlichtingssessie van de LBB hier in verband met het beschermen van de kustvogels. En ik vind het leerrijk voor de kinderen, vooral in het gebied waar we wonen. Ze zien het, er wordt erop gejaagd. En wil je dingen veranderen, begin je bij de kleintjes. Daar begint het en dan leren zij in hun verdere leven van dit moet beschermd worden. Niet meer erop jagen, niet meer schieten, niet meer eten. En dan komen we zo dan een stapje verder. Dus van hun richting de ouders. En dan gaat het zo een stapje verder dat we de beesten kunnen beschermen. Bosbeheer betekent alles dat met bossen te maken heeft. Dus ook alles dat in die bossen woont. Kustvogels wonen ook in de bossen en bescherming van de bossen is dus inherent aan bescherming van de vogels. Wij zijn vandaag hier op Rijnsdorp, Allianz, OS Rijnsdorp, om voorlichting te verzorgen over kustvogels. Maar niet zomaar, omdat die kustvogels een beetje bedreigd beginnen te worden. Vooral de rode ibis. De rode ibis is heel belangrijk voor ons, omdat het heel weinig voorkomt hier in Suriname. In de jaren 80 was het er veel meer. Maar nu, door de illegale jacht, is het er veel minder. En ons doel is eigenlijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken. We proberen als eerst met jongeren te werken. Want als die jongeren dat heel goed begrijpen, kunnen ze dat verder doorvertellen. En zij groeien ook op daarmee. En dan blijven ze op die manier denken van nee, die vogels zijn beschermd, we moeten ze blijven beschermen. Alles heeft een belangrijke bijdrage, levert een belangrijke bijdrage in de natuur. Alle dieren. Als we bijvoorbeeld moeten kijken naar ratten. Als we te veel ratten hebben, dan raakt er een epidemie. Dus dan kunnen we ook niet verder gaan. We moeten iets hebben die op die ratten gaat jagen. Maar die vogels, de mensen jagen op die vogels, wat niet mag. Die vogels hebben ook een functie in de natuur, want die vogels eten garnaaltjes en visjes, wormen, insecten. Als we nu die vogeltjes weghalen, dan hebben we een overschot aan die garnaaltjes, die kleine visjes, die wormpjes, die kikkertjes. En dan krijg je weer te veel daarvan. Dus alles heeft een functie. De ene dier zorgt ervoor dat de andere dier op peil blijft. Niet te veel daarvan wordt en ook niet te minder. Maar de mens zorgt ervoor dat we minder van die vogels hebben. En daarom moeten we die vogels beschermen, anders krijgen we ook steeds meer van die insectjes op je af. In deze regio informatie over de kustvogels, mijn persoonlijke mening. Omdat we hier in een gebied leven waar deze vogels hun nesten hebben. We zien ze vaak genoeg, vooral in deze periode van het jaar. Er wordt erop gejaagd, het is niet iets nieuws. En het gaat hier meer, bij LBB gaat het meer om de bescherming van de dieren. Dus ik vind het vooral in dit gebied heel erg belangrijk dat de bewustwording bij de kleintjes wordt meegegeven. Dat men daar begint. Want bij de volwassenen, je kan ze 10 keer iets zeggen. Ja, ja, ja. En wanneer je weg bent, dan doen ze toch hun ding. Maar bij de kleintjes, dan gaat er echt een belletje rinkelen van nee. Maar dat moet en dat moet niet. En dan nemen zij het mee richting hun ouders. Dus vooral het gebied waar we zijn, vind ik het heel belangrijk. In feite dat deze sessies worden gegeven. Ja, ik wist dat we dit niet mogen maken, want het was verboden. Wat is ook niet iets nieuws dat we leren. De sessies hebben vruchten afgeworpen, omdat er een heleboel dingen zijn die de kinderen eigenlijk niet weten. Ook wij als leerkracht bepaalde dingen zijn dan ook nieuw voor jou. Je komt meer te weten. Alle informatie die je op welke manier, welk gebied dan ook meekrijgt, is eigenlijk goed voor jou als mens om verder door het leven te gaan. Dus ik vind het positief. Die sessies vind ik heel positief en heel goed. Misschien heb ik het gevoeld, maar ik weet niet dat het een kustvogel of wat is. Ik heb het wel gezien dat ze rode ibis hebben gekomen, maar ik heb het nooit gegeten. Als ik mensen zie, had ik ze waarschuwen, mag je niet eten en vangen en doodmaken. Leerlingen die de voorlichting genoten hebben, mogen hun mening geven over de jacht op beschermende diersoorten en hoe de staat deze vogels beter kan beschermen middels een opstel. De leerlingen met de beste opstellen zullen getrakteerd worden op een volledig verzorgde uitstapje door Suriname Conservation Foundation. Marowijne is het laatste district welke nog aangedaan moet worden.